Goedemorgen, het is vandaag zondag. En dit ga ik ook echt als een echte zondag maken. Dit is mijn laatste vrijdag deze week. Ik ga deze week ook weer naar Noorwegen, daar ben ik blij mee. Ik heb een aantal persdagen voor mijn boek of persmomentjes voor mijn boek. En ik heb nu een lekker trainingspakje aan van Zoe Carson. Of tenminste een trainingspakje, een jongpakje. Met deze broek, I love it. En ik heb super erg honger. En ik werd wakker en ik had echt weer zo erg cravings naar McDonald's. Dus ik ga even McDonald's eten en daarna ga ik boodschappen doen. En dan ga ik mijn huis opruimen en dan is dat wat deze dag gaat inhouden. Ik ben onderweg en gisteravond kon ik niet slapen. En toen ging ik dus op YouTube en dan klik je verder. En toen kwam ik op mukbang video's. Mukbang, ik weet niet hoe je het uitspreekt. Maar dat houdt dus in, dat zijn video's waarin je kijkt naar iemand die eet. En ik wist pas wat het was toen ik zag dat Masha dus een paar van die video's had gemaakt. En toen dacht ik, what the fuck, ga je kijken naar iemand die eet? En toen had ik dus al haar mukbangs gekeken. En toen dacht ik, oh, dit is echt super leuk. Of het is heel rustgevend of heel chill. Je krijgt er ook echt fucking honger van. En toen kwam ik erachter dat eigenlijk niemand in Nederland dat doet. Er is wel één meisje. Op haar kanaal kwam ik gisteren en zij is Nederlands. Maar ze spreekt ook echt flawless Engels, zeg maar. En ze heeft een Engelstalig YouTube kanaal. En daar doet ze dus ook van die eating shows op. En toen raakte ik zo obsessed. Toen ging ik al die video's kijken van dat mensen aan het eten zijn. En nu wil ik dat ook gaan doen. Maar ik weet niet of jullie dat leuk lijkt. Want je gaat dus naar me zitten kijken terwijl ik eet. Maar ik was echt wel een soort van, ik dacht, oh, dit is zo chill of zo. Aan het begin denk je echt van, waarom zou ik gaan kijken naar iemand die eet? Maar het is echt een soort, het is echt heel rustgevend. Gewoon even een chill momentje. En je krijgt er echt honger door. Eten is leuk. Ja, ik weet niet. Dus ik vind het in ieder geval heel leuk om te kijken. Maar laat even weten of jullie dat ook leuk lijkt als ik dat soort video's ga maken. Gewoon heel af en toe als extra video. En dan kan ik dat misschien gaan doen. Want het lijkt me wel heel erg leuk om te doen. En dan zeg maar, kan ik dat alleen opnemen. Maar kan ook samen met iemand anders dat gaan doen. Dus ja, laat me weten. Oké, ik ga denk ik een soort mini eating show doen vandaag in de vlog. En dan vinden jullie een beetje kijken of jullie het leuk vinden. Ik vind het echt een beetje awkward. Net alsof ik een beetje het gevoel als ik weer een eerste video opneem. Maar goed, ik ben dus bij de Mac en ik heb net eten besteld en daar wacht ik nu op. En ik heb een lekkere grote Cola Light. Zo lekker. Ik hou zo van Cola Light. Lekker. Weet je wat ik ook vooral vind? Als ik Cola Light thuis uit een fles in een glas doe, is het echt 10 keer minder lekker dan in zo'n beker met een rietje met heel veel ijs en dan lekker Cola Light uit zo'n postmix apparaat. Dus lekker slap van smaak. Heerlijk. Het is een beetje irritant dat mijn stuur in de weg zit. Ik probeer hem te verplaatsen, maar ja, dit is ongeveer het laagste hoe het komt. Kan mijn stuur maar zo laag? Zit het hoogste echt? Ik heb zojuist mijn bestelling ontvangen. En, oh, het ruikt zo lekker. Dat is een grote friet, want ik had heel veel zin in frietjes. Ook nog echt warm. Het was namelijk heel rustig, dus vandaag namelijk Pasen. En iedereen is aan een paasontbijt aan het doen. Nou, dus weet je in de comments of jullie ook aan een paasontbijt hebben gedaan. Ik deed dat vroeger dus bij mijn ouders. Deden we dat wel echt uitgebreid. Maar sinds ik op mezelf woon, ja, moet ik een ei bakken voor mezelf. Nou, dat wordt hem niet echt. Dus, naast de frietjes heb ik een gewone hamburger. Ik vind deze gewoon echt ontzettend lekker. Ik vind die hamburger zo lekker, die simpele. Dus die heb ik erbij. Oh ja, trouwens, als je niet kan tegen etende mensen. Want sommige mensen hebben zo misofobie. Ik heb dat heel af en toe bij bepaalde personen. Kan ik het niet aanhoren als ze eten. Ik hoor dat ook vaak over mezelf. Dat mensen dat niet aan kunnen horen. Dan zou ik dit niet gaan kijken. Want dan ga je je echt kapot irriteren. Ik heb 2 frietsaus. Ik weet nog wel dat die frietsausjes eerst altijd heel klein waren van de McDonald's. En toen, ze waren zeker de helft. Toen heb ik er echt altijd 6 om genoeg te hebben. En ik heb een McChicken. En deze heb ik vroeger altijd. Echt altijd.
En laat niet meer. Maar nu had ik er vandaag echt heel erg veel zin in. Omdat ik gisteren dus een mukbang had gezien waarbij iemand een McChicken at. En daardoor dacht ik, oh, ik heb nu echt zo'n zin in een McChicken. Maar wat ik wel altijd doe is een beetje dat... Ja, die slaasliertjes zijn een beetje een soort van onnodig. Het is een beetje overbelicht ook. Maar die haal ik er altijd zo'n beetje af. En dan eet ik hem zo op. Maar ik ga denk ik eerst wat frietjes eten. Die saus van de McChicken, even serieus. Waarom kun je geen sausjes van de McDonald's kopen in de winkel? Dat zou echt zo'n hit zijn. Ik zou echt al die sausjes in mijn koelkast hebben. Ook alleen al die frietsaus is zo geweldig. Maar heerlijk. Die saus van McChicken is fucking lekker. Saus van die visburgers fucking lekker. Die vind ik trouwens ook heel lekker, die burger. Heel veel mensen vinden die vis. Vies. Vis. Het is ook vis. Maar die vind ik ook echt heel lekker. Ik kan ook echt genieten van kipnuggets. En dan of met zoet-zuursaus of met frietsaus gewoon. Quarter pounder vind ik heel lekker. Big Mac vind ik mooi. Maar die saus ervan is ook wel heel lekker. Dat Nick eet bijvoorbeeld altijd een Big Mac. Chicken Sensation is ook wel lekker. Maar ik ga dan toch liever voor een normale McChicken. Die chili chicken vind ik niet lekker. Je hebt zo'n Maestro burger. Dat soort shit neem ik nooit. Ik wil nooit wat nieuws. Omdat ik weet wat ik lekker vind. En je hebt nu ook zo'n Amerikaanse bagel burger. En ik vind bagels fucking lekker. En daar ben ik ook een tijdje verslaafd aan geweest. Toen ik werkte aan bagels en beans. Toen at ik er elke dag echt 2 of 3. Maar met een burger lijkt me het niet zo lekker. Ik doe altijd meerdere frietjes tegelijk erin dopen. Dat is echt gek, want als ik friet uit de snackbar heb, wil ik echt die dikke snackbar friet. Maar bij de Mac kan ik echt niet die dikke frietjes, die boerenfriet. Dat vind ik zo goor. Maar toch, met die kleine doe je dan toch een paar tegelijk. Maar ik kan die boerenfriet... Wie eet dat? Dat is ook nog niet zo heel lang dat dat kan, volgens mij. Ik zit nu al vol. Ik heb zo lang gewacht met eten. Dit is mijn lunch. Het is 2:30. Mijn god. Er valt een frietje tussen mijn stoel. Ik moet echt mijn auto opruimen ook. Ik hou ook het meest van slappe frietjes. Ik hou niet van die krokanten. Dus of je bent echt een mens die alle krokante frietjes op wil eten. Of je bent een mens die echt van die slappe frieten houdt. Dat ben ik. En zeggen jullie friet of patat? Het schijnt nog dat ze in het noorden of zeggen ze dat in het... Volgens mij in het zuiden zeggen ze friet, ja. Steeds meer naar het noorden patat. Volgens mij zeggen ze in Hennegier de Ambacht, waar ik vandaan kom, altijd patat. Maar ik vind friet wel mooier klinken. Dus ik ga altijd friet zeggen vanaf nu. Patat klinkt zo. Even patat eten. Patatjes klinkt dan wel weer schattiger, maar... Nee. Ik zeg voortaan friet. Ik ga even de friet pauzeren. En beginnen aan de McChicken. Ik had gisteren ook, toen ik al die video's keek van allemaal mensen die aan het eten waren. Baas aan het eten en dan zat er een beetje saus bij mijn mond. En dan raakte ik zo geïrriteerd. Dacht ik, hallo, haal het weg. Ik wil het weghalen voor je. Maar dat kan natuurlijk niet. Ik voel me echt een beetje een weirdo dat ik dit aan het doen ben. Ik vertelde het ook aan Lars vanochtend dat ik dit wilde doen. Toen dacht hij, eeuw. Dat is zo raar. Als jullie het leuk vinden, hoor ik het graag. Zo niet hoor ik het ook graag. Op een normale manier graag en niet uw ranzige kut wijf stopt met deze ranzige kut video's. Ik zag gisteren een video van een meisje die at op McDonald's en volgens mij was ze binnen. Ik weet niet, ze was fucking snel klaar in ieder geval. Ze at alles echt super snel op. Ik krijg daar buikpijn van. Ik ben echt een trage eter. Ook als ik uit eten ga met mensen, doe ik het langs over mijn eten. Zo'n lekkere burger dit. Ik zou het echt jammer vinden als de recepten gaan veranderen. Van dingen, daar kan ik nooit aan. Ik vind het ook altijd vreselijk als ik in het buitenland ben.
En ik eet dan echt iets super lekkers in een restaurant. En dat je dan denkt, ja, ik kom hier waarschijnlijk nooit meer terug. Ik zal nooit meer dit proeven. Dat is zo'n vreselijk gevoel. Sowieso vind ik uit eten gewoon echt het allerleukste wat er is. Eten sowieso is het allerleukste. Ik zou echt willen dat je er niet dik van werd. Maar ja, helaas. Lars heeft me gefacetimed. Ik ga even vertellen dat ik nu aan het filmen ben dat ik eet. Ik ben aan het opnemen dat ik aan het eten ben. Dikke. Hey, vet klep, zit je weer te eten? Ja. Eet je? Broodje zalm? Broodje della tonnato? Nee, met chicken. Oh, Mackie gewoon. Wow, de meid. Breakfast McDonald's gewoon. Ja. Hey, heb je nieuwe trui? Ja. Mijn pyjamaatje. Lekker schat. Lekker hè? McDonald's Floy. Wie ben je? Alleen. Tegen wie praat je? Tegen de camera. Hey, zijn we aan het vloggen? Ja, ik ben toch aan het filmen dat ik ga eten. Dat had ik toch vanochtend verteld. Oh, dit is je nieuwe ding. Je gaat nu alles filmen wat je eet. Nou, ik ga nu vragen of mensen het leuk vinden om te zien. En dan ga ik er aparte video's over maken. Ik vind het niet leuk om te zien. Hoezo niet? Godverdomme, ik zie je niet anders. Je eet de hele dag. Nou en, dat is toch leuk? Heb je liever een vriendin die niks eet? Nee, maar ik zie je liever op een andere manier. Daar gaat het niet over hier. Ben je aan het doen? Voetbal kijken. Ik lig in bed en ik kijk voetbal. Daar zit ik ook over na te denken om daar video's op te nemen om te voetbal kijken. Ja, willen jullie video's zien over hoe Lars in bed voetbal kijkt? Doei. Doei. Zo, we kunnen weer rustig eten. Mijn frietsaus is bijna leeg. Ik heb nu alleen maar van die kleine kutfrietjes over. Ik wil lange friet. Ze worden nu ook koud. Ik ga denk ik beginnen aan die hamburger. Weet je wat echt vreselijk is? Ik ga trouwens nog niet beginnen aan de hamburger. Als je nog aan het eten bent en je drink is al op. Dat is echt kut. Ik sta op een parkeerplaats en is het allemaal gezeik met die slagboom. Ik heb net 10 minuten gewacht voor een slagboom. Vandaag heb ik mezelf afgesproken om mijn huis op te gaan ruimen. Nu echt heel veel zin in. En mijn boodschappen te doen, maar daar heb ik nu echt helemaal geen zin meer in. Ik kan geen eten meer zien. Deze broodjes zijn toch zo perfect, zo lekker. Wat ik ook vaak doe is dan dip ik die hamburger een beetje zo. Wacht, moet ik eerst een hap nemen. En dan dip ik hem zo met het puntje. Oh, in de frietsaus. Weet je wat ik ook altijd heb? Als ik een McChicken neem, neem ik er hamburgers bij. Een hamburger bij. En als ik een hamburger neem, dan neem ik altijd kipnuggets erbij. Dus ik wil altijd kip en vlees. Kip is ook vlees, maar... You know what I mean. Ik begin zo vol te raken. Ik eet trouwens zo helemaal eromheen. En dan heb je zo één laatste hapje over. En die is zo lekker. We zijn bijna klaar. Ik ben er bijna klaar met mijn leven. Ik val straks echt dood. Mijn maag knapt uit elkaar. En dan al het vet van de McDonald's door heel mijn lichaam. Alsof dat niet al sowieso is gebeurd met mijn lichaam. Zo. De meid gaat weer lekker naar huis. Nou, ik heb obviously gegeten vandaag. En nu ga ik mijn huis opruimen. Ik ga eerst even een wasje die ik vanochtend al had gedraaid in de droger doen. En dan even een ander wasje er weer in. Ik was aan het opruimen en toen kwam ik allemaal maskertjes tegen van Starskin. Dus voor je handen, voor je voeten, voor je ogen, voor je lippen, handen weer. Ik heb morgen een shoot. Ik denk, ik ga mezelf even lekker pamperen. Reinigend. Dit is voor je handen. Dit is een peeling. Voeten. Hydrating. Voeten.
En dit is ook voor je ogen. Ik ga voor deze. De Silk Matte Pink French Clay. Ik ben benieuwd. Dit is dus wel grappig, want het is een kleimasker, maar dan wel een sheetmask. Dus het zit op het sheet, zeg maar. Best wel gek. Het masker zit erop, het is heel chill, want het blijft heel erg goed plakken. Het is een boven- en een onderkant. Die moest je los van elkaar opbrengen. En nu 20 minuten laten zitten, maar het blijft super goed plakken. Dus ik kan gewoon van alles doen, dus ik kan gewoon weer verder met opruimen. Oké, ik zet hem nu even op. Ik ga het eraf halen, want het begint hard te worden. En het zit echt totaal niet lekker meer. Oeh. Zo. En nu moet ik even mijn gezicht schoon gaan maken. Ik heb heel de middag een beetje schoongemaakt en opgeruimd. Oeh. En nu lig ik lekker in bed. En ik heb net lekker andijvenstampen besteld. En ik ben nu de Roelvinkjes aan het kijken. Ze hebben weer een nieuwe serie. En I love it. Duurt ook lekker lang die afleveringen. Lekker 3 kwartier. Ik moet wat nu Temptation voorbij is. Nou, echt niet te doen. Ik heb om 6:30 heb ik eten besteld. Nee, 7:30. Het is nu 9:00. Ik heb 1,5 uur gewacht. Ik heb eindelijk mijn eten. Ik had een andijvenstamppot. Lijkt mij dat die gewoon al gemaakt is. Net als bij de slager dat je die opwarmt. En dat je klaar bent. Maar goed. Ik heb bij Pompoen met spek besteld. Zo heet dat. En hier bestelde ik vroeger ook wel eens. Maar toen woonde ik nog ergens anders. En was dichterbij. Dus dan waren ze altijd sneller. En nu heb ik lekker andijvenstamppot met jus. En met spekjes en worstjes. Nou, en ik doe meteen mijn tweede eetvideo. Nee, grapje, ga ik niet doen. Maar goed, omdat ik zo lang had gewacht. Ik was eigenlijk nog even onderstelling. Dat ik nog even boodschappen ging doen. Maar over een uur is de supermarkt dicht. Dus ik moet even kijken of ik het ga redden. Oh, lekker zo'n melk uit een mok erbij besteld. Heerlijk. Oh, melk. Daar was ik zo verslaafd aan toen ik nog thuis woonde. Als ik thuis kwam van uitgaan of zo, gelijk zo'n hele jerrycan met melk achterover gieten. Het duurde echt super lang. Maar het is wel heel lekker. Maar eigenlijk wilde ik heel graag een gehaktbal erbij, want ik was dus Roelvinkjes aan het kijken. En toen waren ze woensdag hakballendag aan het houden. En toen dacht ik, oh, hier heb ik ook zo'n zin in. Maar goed, het enige wat een beetje in de buurt kwam van Hollandse maaltijd was deze andijvenstamppot. Ik heb zoveel en zo snel gegeten dat ik echt koud en koud misselijk ben. Echt niet oké. Oh my god, hoe raar zit ik mijn boodschap aan het doen. En ik kom mezelf tegen in de tijdschriften ook. Zo cool. Zo, ik heb even lekker 2 tassen met boodschappen gedaan. Het is nu 9:50. En ik ga lekker naar huis. Ik ben weer lekker bezig met mijn obsessie. Zij is trouwens die ik gisteren ook heb zitten kijken. Okay, you guys, let me just en haar kanaal is what this burger looks like. Chanuk's Life. Ik ga lekker slapen. Dus hartstikke bedankt voor het kijken. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen. En te abonneren op mijn kanaal als je dat niet gedaan hebt. En dan zie ik je graag morgen weer.